mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het de 503e video. Ik ben echt kei-hyped. Die 500ste video is eigenlijk niks geworden, maar... ik moet het toch wel hebben. Want ik wil niet dat als een van jullie bij mij komt spelen en ik zit op de pot, dat een van... dat bijvoorbeeld Ayelko even alles gaat verwijderen op mijn tablet. Dus, ik was voor een huisje aan het sparen. Ik weet even zo zenuw meer voor welk, maar ik moest één houten plank nog hebben. En ik dacht van, ik ga dat snel nog maken. Dat was trouwens een tijdje geleden, vandaag nog. Toen ging ik... deze video kijken. En deze video gaat erover dat Dom, dus deze YouTuber, launch control gaat doen op zijn Audi. Ik weet niet of dat de Audi S4 of zo is. Ik weet dat niet echt, maar welke. Maar toen dacht ik van shit, ik ben het helemaal vergeten dat ik nog ergens mee bezig was. Dus, en dat ik ook een video moet maken. Waarschijnlijk gaat de video van mijn auto's redelijk laat online komen. Ah ja, ik wou een nieuw huis laten bijzetten. Dan zou ik normaal ook een nieuw huis kunnen laten plaatsen. Ja! Niveau gestegen. De gouden sleutels. Tippie. Gefeliciteerd, burgemeester. Burgemeester, je hebt een gouden sleutel verdiend. Gouden sleutels worden gebruikt om geweldige dingen mee te kopen. Zoals stadsspecialisatiegebouwen. Oké, dat vind ik prima. Ik doe weer als een gekke Mongool. Die niet weet... wat hij met zijn leven moet doen. En Jesus zeg! Ik zit net een huis. En we kijken eens. Ja, ik kan hem upgraden. Ja, ik kan hem al meteen bouwen. En wat ga ik nu krijgen, hè? Dat ik weer een huis kan bouwen. Dit is best wel een speciale video. Twee huizen bouwen. Ja, zo ga ik hem denk ik ook noemen. Twee huizen namelijk na elkaar gebouwd. Ergens ongeveer bij dat soort titel ga ik wel zitten. Dat is de appartement erachter, oké. Ik zit nog steeds eigenlijk vol te sparen voor die shit. Voor dit shit ding te kopen. Fuck. Dit op kan letterlijk in mijn broek. Want ik ben echt bang dat deze tablet gaat vallen. Die is al vaak gevallen. Als je dat niet weet. Kijk gewoon een beetje wat oudere video's van mij. En dan weet je dat. Maar oh yes. Eén schuifbak. Van de vijf. Dan moet ik nog 4 schuifbakken hebben en 5 tandwielen. En dan kan ik een nieuw stuk erbij kopen. En dan kan ik, ja, zo hopelijk... ik moet er veel plaatsen. Hier staat er nog één. Ja, ik ga sowieso 2 stukken moeten bijkopen, want check hoe weinig dat is. En ik begin het een beetje voor mekaar te krijgen... van hoe dat ik de camera moet draaien. Want als jullie het niet weten, kijk natuurlijk. De oudere video's heb ik al gezegd. Maar toen dacht ik echt zo van... ja, toen was de camera zo gedraaid. En toen dacht ik van... holy shit, hoe de fuck moet ik hem terugdraaien? Nu heb ik het nog niet echt door met het... als die er recht naar boven gaat. Dan moet ik gewoon 2 vingers bijvoorbeeld... mijn duimen. Maar dan moet ik gewoon 2 vingers pakken... dat klinkt heel raar, maar dat moet ik zo draaien.
Hetzelfde met die kant. Dan moet ik gewoon mijn wijsvinger, zoals bij mij, naar links draaien. Naar de juiste positie. En dan... Positie trouwens, niet positie. Maar het is positie. Maar dat is even een tip ook voor je. Ik kan een gouden sleutel verdienen of een tandwiel. Ik ga voor het tandwiel. Volgens mij is dat ook de middelste. De rest is een mysterie. Ik wil serieus tegen dat ik level 25 ben. Oh nee, tegen dat ik level 15 ben, want ik ben nog maar level 10. Tegen dat ik level 15 ben, wil ik wel die upgrade gekocht hebben. Hopelijk 4 appartementen naast elkaar te kunnen zetten. Het moment van de waarheid. Plop, 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 plop. Fuck you! Ah. Die mystery was het tandwiel. Die hamer kan ik gebruiken. Hopelijk kan ik nu ook letterlijk een gebouw bouwen. Ik denk het niet. Maar dat bespaart me wel een beetje geld. Laat ik bouwen. Reden. Geen stroom. Geen stroom. Zet in de reacties of jullie zo'n tekentje zagen. Dan weet ik even niet meer hoe zo'n tekentje eruit zag, maar... Brand? Ah ja, die... Brand weer. Ik heb meer dan genoeg geld om nog een kolencentrale te zetten. Kolencentrales geven het meeste stroom af. Nu de brandweer. Ik heb 28.000. Ik zou de luxe brandweerkazijnen kunnen zetten. Dan heb ik nog maar 7.000 en nog. Maar ik denk... Ik denk dat ik de normale brandweerkazerne ga zetten. Die kost toch wel 9.000 en ja, ik hoop dat hij zijn werk gaat doen. Kan ik deze jongen hier zetten? Nee, natuurlijk niet. Hij is iets te lang. Eén weggetje. Dat komt juist niet goed voor mij uit. Dan moet daar even wachten. En dan ga ik even deze verwijderen. En die twee ook. En dan zou ik normaal gezien wel hier één moeten kunnen zetten. Is het een normale brandweerkazerne? Oh, drones kan ik nog niet. Drone stations. Brand. Het is brand en het vliegt aan de kant. Ja, ik kan dat makkelijk nu zetten. Boom! Brandweerkazerne op je bakkes. Alles is blauw van waar ik heb unlocked, dus... Gelukkig hebben we stroom. Je hebt altijd al fucking stroom gehad. Strand gaat. Ja, je hebt altijd al strand gehad. Hé, dat scheelt mij redelijk wat werk, want tegen volgende keer, dus volgend weekend, zaterdag, dan moet ik alleen maar 1 hamer maken en 4 spijkers. Anders moest ik 2 hamers maken en 4 spijkers. Nu scheelt het me toch... toch wel even 14 minuten, want 1 hamer kost 14 minuten. Alleen dat kost dan niet, maar dan ben ik wel... Als mijn kinderen niet naar school kunnen, worden het vast criminelen. Ja, boeien. Dan worden ze toch opgepakt. Heb ik... Ik heb geen eens politie unlocked. Hoeveel kost een politiebureau? Zo'n kleintje. 5.100. Ja, ik heb dat toch nog niet unlocked. Vanaf wanneer unlock ik dat?
Op level 12, dus in het volgende level kan ik het kleine politiebureau zetten. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. Wat is dit? Afdeling transport. Oké. Dit is natuurlijk de tweede snelweg die ik aan het bouwen was. Hier takt die af. Heel random. Maar, nog 5 minuutjes. Attentie, attentie! We hebben nog maar 5 minuutjes om te leven. Oh, ik kan mineralen zetten. Maar ik doe altijd meteen allemaal ijzer. Niet het ijzer dat in voedsel zit of zo, maar, ja. Letterlijk ijzer. Ik maak dat. Gewoon voor nooit te weinig ijzer te hebben. Als ik te veel heb. Bijvoorbeeld, ik moet 20 hout hebben voor iets. Zou misschien wel eens kunnen komen. Dan, ja. Heb ik tenminste niet te veel ijzer. Want stel je voor, ik heb, laten we zeggen, 35. Dan kan ik nog maar 10 hout doen in plaats van 20. Dus dan zou ik 10 ijzer moeten verkopen. Ja, dit kost maar, ja. In totaal kost dat altijd maar 1 minuut. Maar, ja, ik ga zo lang mogelijk proberen deze video te maken. Bij de 4 minuut 50 ga ik wel afronden. Bij de 4 minuut 50. Dus dat is nog een tijdje, dus we hebben nog tijd. Tijdje, tijd. What the fuck? Wil ik afzeggen, alleen dat vind ik een beetje onbeschoft, want er staat... Tot zo!